Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma EHBO is mijn lust en mijn leven. Ik heb als decor een pleister meegebracht. Oh, was dat een pleister? Ja, dat is een pleister. Ik heb nog een pleister bij mij, die is een slag kleiner. Die zet ik ook iets verder weg op het toneel. En dan krijg je een leuk effect. Want normaal gesproken is iets dat verder weg staat, dat lijkt al kleiner. Maar doordat ik dit tweede recordstuk bewust nog verder heb verkleind, krijg je een vertekend perspectief. Het toneel lijkt dieper dan het in werkelijkheid is. Ja, dat lijkt allemaal net gezichtsbedrag. Gevolg is dan ook dat wanneer er naar achteren loopt, wordt het groter. Dus heeft u achteraan op het balkon moeite met mij te zien, geef even een seintje, loop ik zo ver mogelijk door naar achteren. Dan had ik nog wat demonstratiemateriaal bij mij. Doe uit, Erik. Doe die bal. Hij sleept, of niet? Ja. Kunnen we dat doen? Ja. Nou, misschien heeft het geholpen. Probeer het nog eens. Fuck, man, hè. Zo, voor een nu volgende demonstratie heb ik een vrijwilliger uit de zaal nodig. Het zit namelijk zo, de vrijzenis van Jezus Christus wordt gezien als de bakermat van de EHBO. Omdat symbolisch gezien bij die vrijzenis de mens van zijn zwachtels is bevrijd. Of anders gezegd, uit zijn verband is gerukt. En om daarom trend een en ander aan scholen te maken, had ik een vrijwilliger nodig. Maar voor zeggen, denk je nog maar even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo. Je hebt er niet veel gedachten voor nodig. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien het liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en ratelapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het ratelapparaat en denken, hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken en dat ik daar niet met de kop tegenaan wil. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet. Maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken, hé, hey, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm die tegen ons zegt, zo. Wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemend heroïnegebruik.
Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een loodsmedewerker. Een loodsmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt. Een slachtoffer heet Gerard. Gerard is atheïst. Ja, maar hij doet er al de hele tijd niks meer aan. En op een gegeven moment wordt dat zo erg, hij gaat met een houten kruis in winkelpassage staan en verkondigt daar dat hij de nieuwe Messias is. Het publiek reageert erop met, dat is godslastering. Gerard moet dan zijn roeping als Messias opgeven, raakt aan lagere wal, aan de drank, aan de heroïne, moet zijn lichaam verkopen aan Jan en Alleman, krijgt syfilis en is dan zo uiteindelijk toch nog aan het kruis gestorven. Gerard zelf was minder enthousiast. Uitgerekend 3 dagen nadat Gerard overleden is, kom ik hem op straat weer tegen. Ik denk, het is toch ook of de duivel ermee speelt. Ik kwam hem tegen in de buurt van het station. Ik groet Gerard en ik zeg, god Gerard, hoe is het ermee? Hij zegt, ik zie het niet meer zitten. Ik heb de meest verschrikkelijke ziektes opgelopen. Ik ben compleet aan lage wal geraakt en nu zie ik het allemaal niet meer zitten. Jawel, maar wat doe je dan hier? Ik bedoel, in de buurt van het station. Nee, wat ik zeg, ik zie het niet meer zitten. Ik groet Gerard en stap op de trein. Zit ik eenmaal in de trein, bevind ik me daar in de restauratiewagen aan een restauratietafeltje in gezelschap van een geschiedkundige. De directeur van een darmenhandel en een medewerker van het KI-station. Zegt op een gegeven moment die geschiedkundige tegen de directeur van een darmenhandel. Dat gebonk en dat getril van die treinen vind ik altijd zo eentonig en saai. Waarop die medewerker van een KI-station zegt, och, dat weet ik niet. Toen leek het me toch maar wat frisser om even naar het toilet te gaan. Ik naar het toilet. Ik zie hoe de rails onder de port doorschuiven. Ik zie hoe de rails onder de port door blijven schuiven. Ik groet Gerard. Ja, ik ben met er eentje. Maar misschien ben ik in uw ogen ook wel iets te enthousiast bezig. Misschien is het verstandiger dat ik mij gewoon hou bij wat onschuldige liefdesliedjes. Ik heb namelijk naast mijn werk ook een vrouw. Desondanks heb ik laatst nog wel bij Adele Bloemendaal geslapen. Ik zat op de 4e rij. Misschien toch verstandiger dat ik mij hou bij liedjes die nog wat onschuldiger zijn.